En de wedstrijd is begonnen. Via Quincy Veenhoff, Tarek Evre, naar Benjamin Roemion, Noordhof, daar aan de bal. Ja, zijn linkerpaas. El Ablak, we kennen dat van hem. Ja, bijna. Gebeurt DVS hetzelfde als afgelopen zaterdag. Huiskamp. Daantje. Doorgekopt. Goed doorgekopt. Ali Akla. En daar, verdienstelijke poging. Benjamin Roemion. Goed storend werk, Maarten van Dijk. Nu de kans. Oh, Kenneth Anencora. Er waren lopende mensen. Quincy Veenhoff, Benjamin Roemion. En nu een kans misschien wel voor Lisse. Oeh, mooie beweging daar. Hij loopt gewoon Enzo Stro onder de bal door. Volgens mij had hij hem zo tegen de bal aan kunnen lopen. Altijd met de vrije trap. In de... Oh! Oh, jongens. Onderkant lat. Kenneth Anencora. Echt een blunder van de doelman. Dat zou je wel kunnen zeggen. Cummins. Daar reken je dan net niet op. En daardoor komt die bal ook gewoon tegen de lat. Soms dan wil je het... Dan wil je ze van tevoren waarschuwen. Maar dit is nou natuurlijk ook wel weer een staaltje... Goed storen. En ja, kijk. Dat is dus de kracht van FC Lisse. Kleibroek. Natuurlijk, wie anders dan Kleibroek. Van 20 meter moet je hem nooit vrij uit laten schieten. Want hij knalt die bal de hoek in. Hard. Tikje terug. Quincy Veenhoff. Maarten van Dijk. Quincy Veenhoff. Quincy Veenhoff. Oh, dat scheelt niet veel. Hele mooie aanvalsopzet. Prima combinatie tussen de twee youngsters. Quincy Veenhoff en Maarten van Dijk. Ablak, weer op avontuur. Weer zo'n breedte paasje waarvan je denkt, oeh, dat gaat maar net goed. Jeremy Jonker. Ook Tarek Evren gaat zich ermee bemoeien. Poging van Quincy Veenhoff. Die dacht, een beetje met dat windje mee zo. Schuin staat hij nu. Besluit om direct te koppen. Want laat je de bal een keer stuiten. Nou, en dat levert gelijk. Kleibroek. Nou. Wat een schitterende verdedigende actie van Tarek Evre. Via Quincy Veenhoff. Jeremy Jonker. Oeh. Je zou er zomaar in kunnen zwaaien zo'n bal. Komt daar toch nog... is dat een overtreding? Ja, wederom op dezelfde plek. Komt hij weer. Je weet het maar nooit. Daan Huiskamp gaat mee. Kan als de beste koppen. Komt hij. Jonge. Als door een wonder. Gered door de gong. Keeper Cummins. Hij liet die bal in eerste instantie los. Ik dacht, nou, loopt er tegenaan. Dan zal het dan toch de tweede overwinning zijn dit seizoen. Die Lisse boekt op DVS. In Ermelo 2-1. 1-2 dus. En hier 1-0. Tarek Evre kopt hem door. Bal wordt weggeroeid. En daar het laatste fluitsignaal. Het was een wedstrijd van heel hard werkende spelers. Stuk voor stuk. Zowel van Lisse als van DVS. Maar niveau op zo'n veld is moeilijk.